Bij het Zitmer Economiecongres merk ik dat er echt niet alleen een focus is op verhalen vertellen en zenden, maar de samenwerking er heel erg in zit. Dus niet een heel uitgebreid plenair programma, maar vooral die co-creatiesessies, waarbij je ook merkt dat echt de zaal en de deelnemers met elkaar in gesprek gaan en hun eigen uitdagingen inbrengen en proberen op te lossen. Ja, dat was een hele leuke sessie. En het leuke aan de sessie vond ik ook dat het niet alleen ikzelf was die aan het praten was, maar dat eigenlijk vooral de vier sprekers in de sessie en het publiek waren die aan het woord waren. En de vier sprekers die deelden praktijkcases, echt wat er in hun bedrijf gebeurt. De kern eigenlijk van deze co-creatiesessie was echt van hoe krijg je een positieve business case met je bedrijf op basis van circulaire modellen. Er zijn heel veel goede ideeën, we hebben veel wetenschap, we hebben heel veel ondernemers. Er zijn ook een heleboel verdienmodellen en business cases die ook al ontzettend goed werken. En nu moeten we versnellen en vooral groter worden in die hele circulaire economiebeweging. Nou, het is heel tof omdat je vanuit verschillende hoeken wordt de circulaire economie belicht. Wij hebben deze reis natuurlijk 2-3 jaar lang gedaan om tot het model te komen. En heel veel is herkenbaar. Ik heb weer nieuwe en goede ideeën. Of het over financieringen gaat. Of over hoe ga je nou met grondstoffen om. Hoe ga je met je interne organisatie om. Veel is herkenbaar, maar ik krijg ook wel weer nieuwe inzichten. En ik ben ook blij om te zien dat heel veel andere bedrijven toch wel dezelfde worstelingen hebben als wij zo af en toe. Dus dat maakt het heel mooi. Over de circulaire economie heeft u vanmorgen al veel gehoord. In de kringloop zo hoogwaardig mogelijk terugbrengen van grondstoffen en van producten. Dit congres is belangrijk omdat je elkaar moet ontmoeten, kennis uitwisselt met elkaar en je misschien ook wel een plan, een campagne of een aanvalsplan kunt maken hoe je kunt versnellen en kunt vergroten, want daar draait het allemaal om.